Wij gaan praten met Thierry Baudet van het Forum voor Democratie. Ik moet je eerst feliciteren. Ik had hem graag zelf gefeliciteerd met Theo Hiddema. Die is 73 geworden gisteren. Ja. Ben je er nog geweest? Nee, hij wilde eventjes onderling, want ik zie hem natuurlijk al elke dag. Ja, maar hoe gaat het met Theo? Heel goed. Hij is langzaam maar zeker bezig om zich, net als ik trouwens, in te werken in die Tweede Kamer. Het is best heel ingewikkeld hoe al die procedures werken, maar dat gaat goed. En hij heeft er heel veel zin in. We gaan bijna elke dag samen vanuit Amsterdam naar Den Haag toe. Dan nemen we de kranten door, dan nemen we de actualiteit door. En dan gaan we van start. Maar hij heeft het, begint het bijzonder naar zijn zin te krijgen. We hebben na de verkiezingen samen niet meer gesproken. En je zag dat Rutte in de laatste week zeg maar, toch ging op het laatste moment mensen toch weer op hem stemmen. En je ziet nu al dat het... Ja, leg eens uit. Nou, dit is de dynamiek die je steeds ziet. Vlak voor de verkiezingen gaat de VVD rechtse praat uitslaan en weet dan toch weer vaak een heleboel kiezers naar zich toe te krijgen die misschien anders op Forum voor Democratie hadden gestemd, of andere partijen die er echt in zitten voor een bepaald ideologische verandering. En dan is de verkiezing weer geweest en dan gaat de VVD eigenlijk alles alweer laten waaien. Ik had deze week in de Kamer een heel goed voorbeeld daarvan. Het is uitgekomen dat allerlei mensen uit Eritrea die hier een verblijfsvergunning hebben gekregen als asielzoeker, ondertussen gewoon op vakantie gaan naar Eritrea. Omdat ze blijkbaar dus niet uit hun gebied komen dat gevaarlijk is. Hun familie woont daar gewoon, gaan ze gewoon dodelijk naartoe. En de bedoeling was dat de staatssecretaris Klaas Dijkhoff van de VVD die mensen onmiddellijk hun verblijfsvergunning zou ontnemen. Want die zijn blijkbaar niet als asielzoeker hier gekomen. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Daar was ophef over in de media. Dus wat hebben wij gedaan? Een debat aangevraagd. Wie is wij? Forum voor Democratie, PVV, een aantal andere partijen die dat ook steunden. Maar de VVD steunt dat dus gewoon niet. Dus die komen met stoere praat in de aanloop naar de verkiezingen. En als die verkiezingen voorbij zijn, laten ze het gewoon weer waaien. Dat is een dynamiek die we steeds zien. Ook aanhakend op wat Leon de Winter net zei. Ik ben het daar volkomen mee eens. We hebben als kiezers veel te weinig te zeggen in Nederland. En je ziet het gewoon gebeuren. In de aanloop naar die verkiezingen doen die partijen allerlei beloftes. En daarna staan we weer buitenspel. Dus dat moet gecorrigeerd worden. En Forum voor Democratie wil dat ook gaan doen door invoering van referenda. Door mensen veel directer bij die besluitvorming te betrekken. Er is inmiddels door naar buiten gekomen van journalisten dat Halbe Zijlstra al 5 jaar... roept dat we uit Europa moeten. Ja, dat is nog zo'n voorbeeld. Dus aan de ene kant zie je dat achter de schermen men wel stoere praat heeft. De wil uit de euro, doet niet mee met die gekte waanzin natuurlijk over geld we naar Zuid-Europa overmaken. Maar ondertussen, als het uitkomt bij daadwerkelijke besluitvorming, dan tekenen ze gewoon bij het kruisje. Want ze zijn onderdeel van een baantjescarousel. Ze zijn onderdeel van een heel netwerk van carrièrepolitici. En daar willen ze natuurlijk niet uitvallen. Dus het is heel cynisch wat hier gebeurt. En nogmaals, er komt een moment dat kiezers niet meer op de VVD gaan stemmen. Dat ze er niet meer in geloven. En dat moment komt steeds dichterbij. Maar nu zijn ze toch weer met de schrik afgekomen. Voorlopig ben je weer 4 jaar onderweg. Ja, daar ziet het wel naar uit. Dus dat kunnen wij als Forum voor Democratie ook gebruiken om die partij verder uit te bouwen. En dan over een paar jaar, als er nieuwe verkiezingen zijn, dan gaan we hopelijk onze grote slag slaan. Over het uitbouwen wil ik zo nog even praten. Alleen even de formatie. Er is scepsis om GroenRechts. Ja. En er stond er in de AD, ze praten maar wie gelooft er echt in? Nou, wij geloven er niet in. Jij wel? Nou, nee, dit is natuurlijk precies... Voor de bühne. Er zijn een aantal grote winnaars. Nou, dan moeten ze met elkaar gaan praten. Maar het is niet in het belang van GroenLinks om dit te doen. Het is ook niet in het belang van de VVD. Dus mijn inschatting is dat dit de komende weken langs een aantal lekken naar buiten gaat komen dat het niet gaat werken. Dan kan GroenLinks verder gaan consolideren wat ze nu hebben. Misschien een fusie met de Partij van de Arbeid. Daar wordt al over gesproken. Hè, dat ze dat linkse blok verder gaan uitbouwen. En de VVD gaat waarschijnlijk dan met GroenLinks of met de ChristenUnie uiteindelijk een regering vormen. Maar dit moeten ze doen voor de bühne. En opnieuw de vraag, wie houden we nou eigenlijk voor de gek? Want jij zegt over dat lekken. Lisbeth van Tongeren van D66, die begon over het aardgas te praten. Van GroenLinks. Ja, en zij is niet van deze. Van GroenLinks, ja. Maar inderdaad, dat is dan iets wat naar buiten komt. Dat GroenLinks met de vuist op tafel zou hebben geslagen. Mijn inschatting is dat het allemaal geregisseerd is. En dat ze dat doen om te proeven hoe die achterbanden reageren. En kijken hoe ver ze kunnen gaan. Dus dit is allemaal ingestoken vanuit een plannetje wat ze al hebben. Jouw partij, hè? Je zegt ik heb tijd nu om wat structuur te maken. Ik heb me laten vertellen dat je ongeveer 500.000 hebt uitgegeven voor de verkiezingen. En dan is natuurlijk de vraag van Journalistiek Nederland, hoe kom je eraan? Ja, klopt. We hebben veel geld uitgegeven in de verkiezingsstrijd. We moesten natuurlijk uit het niets erin komen. En we hebben een enorm grote achterban, leden,
nu meer dan 6000 leden. Maar ook mensen die ons gewoon hebben willen steunen, die dus wat geld gedoneerd hebben. Allemaal kleine bedragen overigens. Het gemiddelde bedrag wat we aan donatie hebben ontvangen is geloof ik 100 euro. Dus het gaat echt om heel veel mensen die relatief kleine bedragen hebben gedoneerd. Maar het is ongelooflijk mooi om te zien dat er blijkbaar zoveel mensen zijn in Nederland die echt die verandering willen. En wat we nu gaan doen, we hebben natuurlijk nu al die leden nog, maar we krijgen nu ook geld van de staat om een partij op te zetten. Dat is rustig, niet te snel, in alle provincies in elk geval chapters neerzetten. Dus afdelingen van de partij. En dan volgend jaar ook in een aantal gemeenteraadverkiezingen meedoen. Is dat niet gevaarlijk? Ja, je moet natuurlijk heel erg uitkijken dat je goede mensen hebt, betrouwbare mensen, die geen gekke dingen in hun verleden hebben, die geen rare uitspraken hebben gedaan. En die ook de partij belangrijker vinden dan dat ze nou zelf per se een baantje of iets dergelijks. Dus dat is best een hele klus om goede mensen te vinden. Maar we hebben een enorme achterban en we hebben natuurlijk ook tijdens die campagne gemerkt hoe mensen zich willen inzetten. Dus het ligt ook voor de hand dat we die mensen in eerste instantie gaan benaderen. Heb je zeg maar bij de VVD de JOVD en je bij de CDA de CDA? Nou, wij hebben ook nu deze week een jongerenbeweging opgezet. Ja. JFVD, Jongeren Forum voor Democratie. En we hebben nu in 2,5 dag meer dan 2000 leden al. Dus dat geeft ook aan. Als je dat afzet, hoeveel heeft die JOVD? JOVD heeft er 3000. Die hebben 70 jaar erover gedaan om 3000 leden te werven. Nou, wij denken dat we komende week. We hebben 70 uur over gedaan. Ja, precies. Ja. Dus wij doen het een beetje sneller. Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk. We hebben ook een wetenschappelijk instituut opgezet, het Renaissance Instituut, waarmee we colleges gaan opzetten, onderwijs gaan geven. Want het universitaire en het hele onderwijswereld is natuurlijk totaal links. Hè. Dat is alleen maar pro-EU, pro-hogere belastingen. En wij willen een ander soort verhaal gaan brengen. Dus jonge mensen ook kritisch opleiden om op een andere manier naar de wereld te kijken. Facebook, daar heb je enorm van geprofiteerd. Hoeveel mensen had je daar bereikt? We hebben nu de afgelopen maand 7 miljoen mensen bereikt. Op Facebook. 7 miljoen mensen. Dus dat is echt. We bereiken dagelijks 7 miljoen verschillende mensen. Dus we bereiken dagelijks ruim 1 miljoen mensen. We doen het 572% beter dan alle andere politieke partijen. We hebben een enorm bereik daar. We zijn ook al bijna groter dan alle andere partijen in likes, in andere mensen die je steunen. Dus dat is heel erg ons platform. In de mainstream media, daar kom je eigenlijk niet op een normale manier voor het voetlicht. Dan word je of belachelijk gemaakt of gewoon genegeerd. Dus we hebben ons eigen kanaal gebouwd via Facebook. Nou, ik wil ook hier zitten, een aantal andere plekken waar je dan toch je verhaal kan doen. En dat heeft dus blijkbaar ook gewerkt. Mensen geloven het NOS-journaal ook niet meer. Mensen lopen niet meer blind achter Nieuwsuur aan. Nou, stond je vorige week zondag in de polls op 3 zetels. Je had er 2, dus je bent 50% vooruitgeboerd. Nou hoor ik in de wandelgangen dat er mensen zouden zijn van Wilders die onvrede hebben met de persoon Wilders en zijn manier van regeren intern, die naar jou zouden willen overlopen. Is dat een serieuze praat of hoe zie je dat? Ik heb daar niks van gemerkt. Wat ik wel hoor is niet alleen van PVV'ers, maar ook van lokale D66 gemeenteraadsleden. Mensen van de VVD, bestuurders van het CDA, die allemaal aan het polsen zijn van hey, kunnen we niet iets doen met Forum? Omdat ze ook wel zien dat bij ons heel veel energie zit, bij ons heel veel enthousiasme zit en dat die oude partijen een bepaalde innovatiekracht missen. Maar wij doen het op dit moment gewoon heel rustig aan. We kijken echt waar we als partij onze stabiliteit kunnen behouden. Maar je acquireert het daar niet in. Je laat het op je afkomen. Nou, ik laat in principe alles op me afkomen. Maar alleen we zullen heel terughoudend zijn op dit moment in schoksgewijze uitbreiding. Want de stabiliteit van de partij is nu het belangrijkste. Ja, Knot die kwam met een hele gekriede keur over duurzaamheid en over de crisis, anticyclisch werken. En zit hij nou de formatie te beïnvloeden met die duurzaamheid? Of hoe zie je dat? Ja, ik hoorde 2 dingen in zijn betoog van eerder deze week. Aan de ene kant kritiek op het financiële beleid van de afgelopen 20 jaar. En die is volkomen terecht. Wat we hebben gedaan is, en dat doen politici steeds, lekker cadeautjes uitdelen op het moment dat het goed gaat. En dan juist weer de boel te veel aandraaien, de boekriemen aantrekken als het slecht gaat. Nou, je moet eigenlijk precies het omgekeerde doen. Je moet, als het goed gaat, moet je een beetje sparen, terughoudend zijn. En als het slecht gaat, dan moet je dat weer investeren. En dat hebben politici niet gedaan. Ook het afgelopen kabinet, in het diepst van de crisis in 2013... wat doen we? Dijsselbloem die gaat de belastingen verhogen, de lasten verzwaren. Dat is het stomste wat je kan doen. Dus we doen het eigenlijk precies verkeerd om. En Forum voor Democratie heeft er ook steeds een punt van gemaakt in de campagne enzovoort, om op een andere manier financieel beleid te gaan voeren. Daar ben ik het met
Knot dus helemaal eens. Als hij vervolgens voorsorteert op groen, rechts en duurzaamheid, vind ik dat hij zijn boekje te buiten gaat. Hij is directeur van de Nederlandse Bank. Hij moet zich niet gaan bezighouden met klimaat en dat soort zaken. Over boeken en kritiek. Hè? Ik heb eens even gekeken. Je hebt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boeken heb je geschreven. En één boek, daar hebben de mensen heel veel moeite mee, begrijp ik. Thierry Baudet, Voorwaardelijke Liefde. En dat gaat over seks en dat soort zaken. Het gaat eigenlijk over een hele... Dit is een roman, het gaat over een heleboel dingen. Niet serieus dus. Het is volgens mij een heel mooi boek. En ik raad iedereen van harte aan om het te kopen en te lezen. Wat is dan de kritiek? Mensen vinden het seksistisch. Het gaat ook over de rol van de islam in onze tijd. Het gaat over vluchtige liefdesrelaties. Hoe moeilijk het is om een stabiele relatie op te bouwen met mensen. Het gaat denk ik over heel veel vragen en thema's van onze tijd. Maar waarom tijd. Kom je nou op zo'n boek, terwijl dit allemaal wetenschappelijk is en onderbouwd, en over referenda en noem maar op, en dit boek? Is dit... Het is ook een kant van het leven, Harry. Ja. En hoe pareer je die kritiek? Of gaan we daar nou levenslang over praten met je? Nou, ik hoop dat mensen, doordat er dus allerlei mensen die aanstoot aan nemen, geïnteresseerd zijn om het boek daadwerkelijk te lezen. En dan zullen ze zelf een oordeel kunnen. En die andere boeken, waar gaan die over? Nou, dat is wel leuk. Ik heb hier een boek, Breek het Partijkartel. Dat heb ik een half jaar geleden uitgebracht. En dat is precies wat Leon de Winter net zei, kritiek op ons politieke systeem. Het is een achterhaald systeem. Het komt nog uit de tijd van de laatste cholera-epidemie. En eens in de 4 jaar hebben we als burgers misschien een beetje iets te zeggen door te kiezen op een partij. En daarna sta je buitenspel. Dat moet gecorrigeerd worden door referenda, door gekozen burgemeesters, door andere zaken die de democratie openbreken. Dan heb ik hier een boek over de Europese Unie, de aanval op de nazistaat. Ik heb een boek over klassieke muziek geschreven. Dat hoort ook bij het leven. Ik heb van alles en nog wat gedaan. En nu in de politiek hoop ik ook het kunnen vasthouden om te kunnen schrijven over dingen en wat dieper in te gaan. En niet alleen maar de waan van de dag, maar goed, okay. Dat zullen we moeten zien. Nou, in ieder geval, gaat Theo zijn medespeech houden wanneer? Waarschijnlijk komende donderdag. Waar gaat het over? Dan is er een debat gepland over de antiracisme en antidiscriminatie lobby, de discriminatiebeweging die we nu zien. En hij gaat daar op reageren. Oké. Okay. Nou, volgende week gaan we Theo ontvangen en dan laat ik jullie een poosje met rust om de partij verder uit te bouwen. We komen heel graag binnenkort ook dan weer een keer terug om verder... Uiteraard. Je bent van harte welkom. Dankjewel. Oké, en wilt u lid worden van Forum voor Democratie? Ik zeg het maar bijvoorbeeld, dat kan nog. Dat kan nog. Er is geen ledenstop. Bij 17 miljoen stoppen we. Bij 17 miljoen stoppen. Oké. Nou, bedankt zover. Wij gaan brunchen. Ga mee?